Archieven geven meer inzicht over het verleden. Daarom is het belangrijk het verhaal te vertellen. Woorden van Georgettine Nemoregio, medewerker van het Nationaal Archief Suriname, NAS, in verband met de Internationale Archievendag vandaag, die sinds 2008 op 9 juni wordt herdacht. Om het belang van archieven te benadrukken en het werk van de archivarissen voorop te stellen, heeft het NAS een archievenweek georganiseerd. Deze is vandaag begonnen. Dit jaar is het thema Archives or You. Toch? Het gaat meer om het verhaal. En zo heeft het NAS ook enkele activiteiten. Vandaag is heeft de eerste workshop van de Stichting Surinaams Genealogie plaatsgevonden. En het is een driedelige workshop. Een driedaagse workshop, sorry. En mensen kunnen zich nog steeds registreren. We hebben verder op maandag 13 juni hebben we een lezing over Calcutta-brieven. Dinsdag 14 juni hebben we een lezing over Capturing COVID. Woensdag 15 juni hebben we een lezing over de boeroes. En we sluiten af donderdag 16 juni met een interne marketingopleiding. Het is van belang om het verhaal naar buiten te brengen, omdat archieven meer inzicht te geven over hoe het toen was. Toch? Het zijn verhalen van mensen en die moeten meer belicht worden. Vandaar dat we meer aandacht besteden aan archieven in deze hele week. Nemoregio haalt ook aan dat met de activiteiten tot 6 juni het Nationaal Archief tot 16 juni het Nationaal Archief verhalen wil belichten die weinig onder de aandacht van de samenleving worden gebracht. Ook zullen verhalen worden gedeeld die minder bekend zijn bij de samenleving. Die minder belicht zijn en minder bekend zijn binnen de gemeenschap. Voorbeelden hiervan zijn de Calcutta-brieven. Het gaat meer om de correspondentie tussen personen in Suriname en India via een agent-generaal. Een ander voorbeeld zijn de verhalen over de boeroes vanaf hun aankomst in Suriname en de ontwikkelingen door de jaren heen. En deze verhalen worden dan op een interessante manier dan naar voren gebracht. Geïnteresseerden die de activiteiten van het NAS tot 16 juni willen bijwonen, kunnen zich nog opgeven bij het Nationaal Archief Suriname.